De heuplift. De tijd loopt al. 20 seconden werken, 10 seconden rust. Kom liggen op je rug. Je voeten staan ongeveer een halve voet afstand van je billen vandaan. En je duwt je heupen omhoog en terug. Omhoog en terug. Omhoog en terug. Tot hoe ver moet je gaan? Dit moet eigenlijk één mooie rechte lijn zijn. En terug. En elke keer als je omhoog komt, knijp je in die billen. En, dit was de rust, als je omhoog gaat, ook weer, dat is heel belangrijk, je hakken zijn heel belangrijk bij het trainen van je bilspieren. Als je omhoog gaat, duw je die hakken in de grond. Dus probeer je daar bewust van te zijn. Duw die hakken in de grond en dan komen die billen omhoog en terug. Omhoog en terug. We hebben geen haast bij deze oefening. Het gaat erom dat je hem goed uitvoert. Dat hij effectief is in plaats van dat je heel veel herhalingen doet. Maar we spreken wel af. Als de bel gaat en je ging net omhoog, dan maak je hem netjes af. Dan heb je maar wat minder rust. Het is maar ook wel niet dat je hier hartstikke moe van wordt. En dat je die 10 seconden echt nodig hebt om bij te komen. Dus gewoon lekker doorgaan en mooi afmaken. Als je de oefening ietsje zwaarder wilt maken en ook graag de binnenkant van je benen wilt trainen, dan kun je bijvoorbeeld een bal tussen je benen klemmen, tussen je knieën, en dan moet je hem dus goed naar binnen duwen. Dus dan ben je niet alleen je bilspieren aan het trainen, maar ook de binnenkant van je benen. Nou, dat is maar gewoon even een extra suggestie. Het moet niet, het mag wel. Het is de Work That Booty Challenge, dus het gaat uiteindelijk, of het gaat in eerste instantie om die bilspieren. Op en neer. Want zoals ik net zei, we maken hem af. En als ik dat tegen jou zeg, dan geldt dat ook voor mij. Blijf die focus houden op die hakken. Duw die hakken door de grond. En breng die heupen zo hoog mogelijk. Hè? Op en neer. Op en neer. Je mag de grond dus heel even een milliseconde aanraken. Op en neer. Op en neer. Dan wachten we rustig. Ik heb weer niet geteld bij welke ronde we zitten, maar dat maakt niet uit. Op en neer. Op en neer. Zo. Als het goed is, ga je die bilspieren wel voelen. Ik wil toch even spieken hoor, waar we zijn. Oh, nog twee rondes te gaan. Dit was ronde 6. Daar ga je. Op en neer. Op en neer. Dus het is elke keer 20 seconden werken, 10 seconden rust. En dan doen we 8 rondjes lang. Dus dat zijn 4 minuten. In totaal. Nou, tijdens de Work That Booty Challenge krijg je dus elke dag een mailtje van me met de workout van de dag. Maar natuurlijk kun je de workout van de vorige dag en die van de dag daarvoor er gewoon bij doen. Dus aan het einde, na 7 dagen, zou je dan dus 7 workouts kunnen doen, maal 4 minuten is 28 minuten. Nou, we zijn nu pas bij dag 3, maar wil je niet zo lang wachten, dan zou je ook het handboek erbij kunnen pakken. En dan zie je dus al welke oefeningen je moet doen. Dan heb je nog wel niet het filmpje erbij. Maar ze zijn helemaal uitgeschreven. Dus je kunt... Activity completed. Hey, activity completed. Goed. Tot de volgende keer.